Hey Blokkie Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Farming Simulator 17 Frisian March. Ik heb toch eventjes wat aangeschaft. Ik heb namelijk de Europa DLC eventjes gekocht. En we gaan vandaag dus in ieder geval deze suikerbieten gaan we vandaag oogsten, rooien met de Europa Tiger 6XL. Het ding dat is mokertje duur, zelfs nog duurder dan een holme. Een half miljoen voor één zo'n rooien, holy shit. Maar goed, we gaan hem huren. In principe hebben we voldoende geld. Maar ik vind het wel erg veel hoor. Dit is ook de eerste keer dat ik hem ook daadwerkelijk gebruik. De Europa Pack. Dus het is voor mij helemaal nieuw. Net zoals voor jullie. Tenminste, ja, tenzij je natuurlijk de Europa DLC hebt. Maar ik dacht, weet je waar? Ik dacht, nou, ik wil toch... Farm is een geweldig spel. Ik ga hem toch halen. Maar dit is dus de Europa Tiger 6XL. Aan de ene kant denk je van, ja, maar ze lijken toch... Ja, het is eigenlijk bijna een reskin van een holme. In principe wel, want als we eventjes gaan kijken. Hier kan... 43.000 liter in, hier kan 45.000 liter, dus hier kan je zelfs iets minder in. Maar waarvoor ik eigenlijk puur deze DLC eigenlijk heb aangeschaft, is eigenlijk de Europa Navro Mouse. Die kan van alles en nog wat oprapen. Nou, dat is gewoon super, super vet. Die kan van alles nog wat oprapen. Dus mocht je een keertje iets groots willen opruimen, dan moet je dat met die Europa dinges doen. Maar goed, ik weet ook niet wat voor geluid erin zit. Op zich, leuk geluid. Het interieur, dat is ook vet. Alleen jammer dat er weer geen echte camera is. Dat vind ik zo jammer. Dat zou toch bij lange na niet zo moeilijk zijn. Ik hoop dat ze dat in FS19 wel gaan doen trouwens. Dat je camera's kunt gebruiken. Dat zou allemaal zoveel malen mooi maken. Maar deze rijdt ook 40 km per uur. Dat is hetzelfde als de holme. En we moeten vandaag ook nog eventjes proberen dat stro op te ruimen. Maar dit is wel een beest van een machine hoor. Holy shit. Dit ding is echt groot. Vergeleken met die holme. Ongelooflijk. Hij is wel ver, een Robot Tiger. Best geinig. Oh. Maar ja, ik zat echt over te zal ik de Europa DLC wel of niet halen. Ik dacht van, weet je wat, dat doen we gewoon. Ja, weet ik eigenlijk niet waarom. Pff. Maar goed, we gaan in ieder geval eerst de kophakkers doen. Want daarna kunnen we gewoon de help aan het werk zetten. Wat voor een motor zit je eigenlijk in? Een Mercedes-Benz motor? Volgens mij staat dat er niet bij. Biedt een oogst. 768 pk, 626 pk, 1700 euro per dag, hou eens even. Ja, ze verschillen wel een beetje. Ja, we kunnen natuurlijk ook alles op de grond gooien en de Europa Mouse gaan gebruiken. Ik denk dat dat misschien wel mooi is. En we maken van alles eigenlijk gebruik. Alright, Europa Mouse aan de arbeid. Kijk, dikke Europa, jongen. Maar anders zat ik eerst te denken van, ja, er staan een paar Europa's staan er in de modhub. En dat ga ik nu wel gebruiken. Maar ja, goed, ik dacht, nou, weet je wat? Ik ga toch de Europa DLC kopen. Dus dat hebben we, bij dit hebben we dat gedaan. Maar laten we allereerst maar eens eventjes de koppakkers doen. 2 of 3 keer, dat doen we zelf. Dan zetten we hem op helpen. En dan moeten we eens eventjes kijken waar we dat allemaal neergooien. Dat we die Europa Mouse kunnen gaan gebruiken. Die ziet er best vet uit. Ik gebruik dit ding eigenlijk nooit, net als die holme heb ik eigenlijk nog nooit gebruikt. Maar ik denk dat dat misschien wel geinig is. Of je moet een heel bandensysteem doen. Net als in het echt, weet je wel. Dan hebben ze ook zo'n oprapwagen. Dan gooit ze het op de grond bij de yard. Bij de boerderij, hoe je het ook wil noemen. En dan gaat het in een, weet ik veel, waar gaat het allemaal in? Ze worden eerst dan natuurlijk schoongemaakt en dergelijke. Je hebt dat ook vast in die normale machine zitten. Dan moet je daar gewoon water bij doen. En dan worden die bieten ook schoongemaakt. Want die zitten natuurlijk helemaal onder het zand. Die moet eerst schoongemaakt worden. Daar heb ik wel een keertje video gezien op YouTube. Volgens mij van Tractorsporten. Het is alleen zo jammer dat hij al, ik weet niet hoe lang, geen video meer online heeft gegooid. En ik weet ook niet waarom die niet. Ik heb geen idee. Maar dat is best jammer. Was wel leuk geweest. Ach ja. Maar wordt hier ook aangegeven hoe vol de tank zit? Nou, volgens mij niet, hè? Op het scherm, nee. De tijd wordt aangegeven. De snelheid wordt aangegeven. De toeren worden aangegeven. Maar verder niks. Dat is wel jammer. Waarom ze dat dan weer niet zo...
Ja. Waarom gaan ze dat niet gewoon zo netjes helemaal afgewerkt? Het is niet helemaal afgewerkt. Misschien dat het in FS19 komt, ik weet het niet. Maar ze, kijk, daar ook een camera. Je kunt zoveel dingen toevoegen, Giants. Waarom doen jullie dat niet? Nou ja, goed. We wachten erop. Misschien dat het met FS19 een ander verhaal is. Maar het is natuurlijk wel zo. Dit is natuurlijk een DLC. Straks in FS19 zit Europa er al vast in. Even kijken hoor. Zullen we nog één kopakken doen? Ja, laten we er nog eentje doen. Want hij zit ook alweer zwart vol, joh. En als we geld nodig hebben, moeten we maar gewoon weer eventjes wat verkopen. Want ja, hey, het levert natuurlijk mokkertje veel geld op, al die producten. Hartstikke mooi. Alleen, ja, de draaicirkel is natuurlijk, ik weet niet hoe groot van dit ding. Dus dan moeten we anders maar een beetje overheen rijden. Want als we er overheen rijden, maken we het kapot. Heb ik hier. En dan zetten we hem straks gewoon op helpen. En dan hoop ik dat hij wel steeds aan de goede kant zit. Dat we hem niet de hele tijd moeten stoppen. Want anders, als we door het gewas rijden, rijden we het namelijk kapot. Dat is niet de bedoeling. Alright, dat zijn de kopakkers klaar. En ik denk dat we eigenlijk, ja, weet je wat? Laten we eventjes kijken. Waar kunnen wij het beste het ding neerdumpen? Ik denk eigenlijk, eerlijk gezegd, hier wel. Hier zo, aan de zijkant. Is dat een idee? Ja joh, gewoon doen. Dan leggen we het hier gewoon allemaal neer. En dan kunnen we hem straks direct al wel eventjes proberen. Want in het echt doen ze het ook zo, hè? Oké, mooi. Nou, zetten we hem op helpen. Voorlopig gaan we er nog niks mee doen, want er ligt nou zo weinig. Dan hebben we helemaal geen zin om dat ding erbij te doen. En we moeten eigenlijk ook eventjes de dieren, of de koeien hebben sowieso eventjes voedsel nodig. Maar die hebben geen silage meer. Dus dit zetten we op helpen. Succes. Moet eventjes de shovel hebben. En eventjes wat silage erbij pakken. Want die hebben niks meer. En een hop is ook aan het groeien voor het bier natuurlijk. En zoals ik al zei, ja, ik weet niet wanneer ik een nieuwe map ga doen. We hebben natuurlijk nu weer die suikerbieten. Dan hebben we weer in ieder geval weer iets nieuws. Dat de serie weer een beetje fris maakt. Maar we zijn al heel lang ook al op deze map hoor. Dus ja, misschien als ik eraan denk, zal ik er een polletje maken van of jullie graag een nieuwe map willen hebben. Of juist niet. Dat we toch nog eventjes doorgaan. Nou, ik weet ook niet hoe lang hoor. Ik heb geen idee. We kunnen nog zoveel, we hebben nog zoveel dingen niet gedaan in deze map. Maar ja, weet je, het is constant dezelfde map. Het is een prachtige mooie map. Maar een keertje geheel wat nieuws is natuurlijk ook wel weer een keertje leuk. Kijk, zoals met de Epsdorf Hyde is weer een gloednieuwe Seasons map. En dat houdt het allemaal weer een beetje fris, hè. En dat is hier niet het geval. Oh, hier moet ik het niet gooien. Oh, dit is Del. Dat moet ik niet hebben. Ik moet wel in de... Ach. Ik maak er weer een grote zooi van. Zo. Even opruimen die troep. Want ze hebben helemaal niks meer. En eigenlijk kunnen we misschien ook wel even wat melk naar de melkfabriek brengen. Moet even kijken wat de rest ook allemaal doet. Maar de vorige keer hebben we natuurlijk de broodjes bij elkaar gefixt. Dus dan kunnen we straks wel even kijken hoe het met de broodjes is. Want al die dingen moeten we natuurlijk ook weer bijhouden, hè. Ja, dat kost ook heel veel tijd. Of heel veel tijd. Daar ben je gewoon een lange tijd mee bezig. Maar dan gaan we zo meteen wel eventjes kijken. We gaan eerst eventjes de koeien eten geven. Oké, hierna doen we nog één bakje. En dan zitten ze bij lange na nog niet vol, hoor. Maar die beesten die nemen zoveel silage in. En ik zit er te denken, hè. Ja, die krachtvoer. Daar is een aparte machine voor. Maar die zit niet op de yard. De varkensmixmachine die staat wel hier op de boerderij. Maar die voor de koeien niet. Dat is een aparte plek is daarvoor. En ik weet niet wat daar nog nodig is. Want volgens mij hebben de koeien dat ook niet. Ze hebben geen krachtvoer. Volgens mij hebben ze dat nog nooit gehad hier in deze map, in deze serie.
Dus ja, als we toch binnenkort een keertje gaan stoppen, waarom zouden we dat eigenlijk dan nog een keertje doen, toch? En die suikerbieten hebben we eigenlijk geplant, of gepoord, zodat we varkens kunnen nemen en dat we die machine aan het werk kunnen zetten. Maar ja, weet je, ik zit nu ook zo te denken van, ja, het is leuk, maar op een gegeven moment stop je natuurlijk met deze map en dan hebben we eigenlijk daar allemaal voor niks gedaan. Pff. Maar goed, dan komen we even zelf achter. Gaat ik verhelpen, A is vol. Ik zie het, waar is die? Aan die kant. Hij rijdt alles kapot. Ouwe, wat doe jij? Mijn leven, wat doe jij? Kijk wat hij allemaal kapot heeft gereden. Hij heeft 2 strookjes gedaan. En de rest heeft hij allemaal kapot gereden. Wat? Oh, 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 oh. Nou ja, anders moeten we het maar met koersplay doen. En dat is het nadeel ook van die mod natuurlijk, hè. Als die alles kapot reed. Want AI Vehicle Extension Mod, die heb ik uitgezet, omdat we natuurlijk nu Cruiseplay hebben. Dus, anders moeten we eventjes een Cruiseplay doen, want die doet het tenminste goed. Ah, hier ligt nou toch volgens mij best nog wel wat suikerbieden, anders moeten we eventjes die machine er ook eventjes bij pakken. Ja, of weet je wat, dat doen we voor de volgende aflevering. Laten we dat doen, voor de volgende aflevering doen we dat. Veldwerk, veld 1, 4 meter, startlocatie in het noordoosten, richting het zuiden. Buitenrand, hoeft niet. Wil ik graag zien waar jij dan aan de gang kan gaan. En dat is hier. Deze kant. En hier zijn de pijltjes die kant op. Dus dan kan hij hier mooi zijn gang gaan. Volgende markering, route beginnen. Alright, hij volgt nu alles. Hij neemt niet alles precies mee zoals het hoort. Maar dan komt dat we dat natuurlijk al hebben geoogst. Maar dan moet dit goed komen. Dus laten we bieten. Europa bieten rooier rooien F1. Zo. Oké, die is opgeslagen. Dat werd het eventjes genoemd, want hier heb ik nog een klein beetje wat echt nog geoogst moet worden. Dus dat kunnen we ook wel eventjes doen. En dan kunnen wij zo eventjes een paar balen maken. Dat zou wel mooi zijn. Spaken hier nu weer. En dan is dit veld ook klaar. En dan kunnen we dit eventueel ook weer inzijn, want we hebben veld 11 hebben we natuurlijk ook nog. Ik weet niet of die al klaar is. Maar eigenlijk zouden we daar een oplegger moeten hebben. De Volvo hebben we natuurlijk. Met een oplegger, dat we eventjes de Combine daar naartoe rijden. Want dit ding, als we die helemaal naar de andere kant van de map moeten gaan rijden, dat duurt gewoon hartstikke lang. En dat moeten we niet willen. Maar laten we dit eventjes gaan oogsten. En dan kunnen we zo meteen balen gaan persen. Stroobalen, want de koeien hebben ook niks geen stro. Wat een beetje lastig als we dan weer stroombalen willen maken ooit. Dan gaat het een beetje lastig. Alright, de combine zit vol. Dus laten we eventjes de New Holland erbij pakken. Eerst deden we dat natuurlijk altijd met behulp van juist Cruiseplay. Die staat ook nog aan zelfs. Maar ja, het veld is bijna klaar. Dus in principe is dat niet nodig. Tiger 6XL Slippens. Ja, we gaan zo wel even kijken. Die zal wat in een Boma zijn gerind ofzo. Oh, en nou niet meer. Normaal gesproken is de suikerbieden. Of de suikerbieden. Cruiseplay die probeert zichzelf eigenlijk altijd wel te redden. Maar als het gewoon echt niet anders kan, dan kan het gewoon echt niet anders. Want nu staat het er wel weer. Dan kan het best zo zijn dat het nou in één keer weg is, omdat hij dan zichzelf probeert te redden. Maar we gaan wel even kijken. Ja, daar zit die ding een boom aan, zie je dat? Want ze nemen altijd zo'n gigantische grote draaicirkel. Dat kan ik wel veranderen ergens. Maar ik weet niet meer waar. Draaicirkel, 14 meter. Nou, echt niet. 8 meter. Gewoon scherp sturen. En niet zo breed. Gewoon helemaal het stuur omslaan. Je kunt makkelijk rennen. Hij zit 66% vol. Prima. Nou, laatste kleine beetje gaan we oogsten. En is dit veld klaar. Toppie. Alright, dit veld is ook klaar. Dus, en de Europa zit ook vol. Dus we gaan eerst eventjes de Europa legen. Huppakee.
Even naar de Roppen toe. Ja, even stop besturen. Hij zit weer helemaal aan de andere kant van het veld, tuurlijk. Altijd hetzelfde. Nee, maar dan rijden we gewoon eventjes die kant op. Want dit levert natuurlijk lekker veel suikerbieten op. En ik kan daar straks mooi met die Roppa Mouse doen, heet dat ding volgens mij. Ik kan daar prachtig mooie dingen mee doen. Dus laten we dit ding weer eventjes leren. Dan gaan we de combine even leren, gaan we eventjes balen persen. Dan hebben we stroopbalen en dan denk ik dat het mooiste is voor vandaag. En dan gaan we de volgende aflevering gaan we die suikerbieten opruimen. Gaan we eventjes bij de bedrijven kijken. En dan kan deze ook gewoon weer lekker verder. Zo is er altijd wel iets te doen, dus dat scheelt ook al wel, ja. Want op een gegeven moment heb je soms in sommige mappen denk je van... wat moet ik nou in godsnaams doen dan? We hebben alles al gedaan, snap je? Dus, nou ja, goed. Even kijken, er wordt wel een heel mooi beeldje zo. Maar dat moet ook. Hier komt, kunnen we mooi de Roppa Mouse voor gebruiken. We gaan hem gewoon aanvullen. Zo gebeurt het ook in het echte, gewoon iets dergelijks op de grond. Dan gaat het door zo'n wasmachine. Dan gaat het naar de boerderij en dan wordt het daar verder verwerkt. Er zitten ook allemaal ledlichtjes staan. Ja, het zijn allemaal ledlichtjes, zie je dat? Nice. Maar echt, de detectie van ledlichtjes, die witte zie je dat wel, maar die rode zo zie je dat niet echt. Nou, je kunt niet altijd alles hebben, hè. En knipperlicht aan. Oh, die zit daaronder. Nice. Alright, die is ook klaar. Zetten we weer aan het werk. En dan gaan we zo meteen balen persen. Alright, hier zijn we met de vent 1050. Voor het balen persen met de vent balen pers. Kleuren kloppen niet. Maar dat maakt niet uit. Maar eigenlijk is deze trek ook veel te groot voor die balen pers. Maar goed, maakt niet uit. Het werkt. En dan ruimen we ze de volgende keer ruimen ze wel op. Hoeveel balen zouden we hier uitkrijgen? Ik denk niet zo heel veel. Als we in ieder geval maar een paar stroopbalen hebben. Om ook daadwerkelijk weer de koeien van stro te voorzien. En ik was eventjes bij de aardappelfabriek. Want we hebben eigenlijk ook geen aardappels, hè. Dat we, als we nog een tijdje doorgaan met deze, maar dat we weer aardappels gaan importen. En dat we dat weer naar de fabriek brengen. Want dan kan er weer patat gemaakt worden. En gewassen aardappels kunnen daar weer gemaakt worden. Wat er op dit moment er naartoe moet, is namelijk pellets. De aardappelfabriek heeft geen pellets meer. Er zijn nog wel een paar aardappels, zijn er nog wel, dus we kunnen dat nog eventjes afmaken. Dat we eventjes een paar pellets naartoe brengen, want we hebben natuurlijk zat pellets. Maar dan moeten we eventjes kijken. Maar juist gaan we eventjes deze balen persen. We hebben op dit moment al 2 balen geperst, dat kunnen jullie niet zien. Nu 3, ja, omdat ik ervoor zet, maar ja, voor de kleine stuk hoef ik mijn facecam niet omhoog te doen. Maar die balen, die hebben we gewoon nodig, want de koeien die hebben niks, geen stroom, ja. En die hooibalen daar, die moet ook nog steeds een keertje opruimen. Die liggen nog steeds in een grasveld. Nou, ik weet zo niet wat we ermee moeten doen, joh. Als ik heel eerlijk ben. We kunnen de... volgens mij was het eerste doel volgens mij om de silagebalen van te maken. Maar ja, we hebben zo ongelooflijk veel silage. En we kunnen de silagebalen van maken. Dat we ze gaan inwikkelen, daarna gaan verkopen. Dan krijgen we natuurlijk weer wat extra geld. Dat is ook altijd leuk. Maar voorlopig weet ik eigenlijk nog niet echt wat we met die balen moeten gaan doen. Als ik heel eerlijk ben. Maar ja, ik denk dat voor de volgende aflevering dat wij in ieder geval de suikerbieten gaan opruimen. Want Roppa zit nou ook alweer eigenlijk vol. En dat is nu. Dus als we er eventjes naartoe gaan. Kijk, nou is die wat dichterbij. Gaan we eventjes legen, dan gaan we balen persen. En dan vind ik het ook morgen eens voor vandaag. Alright, we zitten nu al op 28 balen. Dat had ik niet verwacht dat we toch nog zoveel balen uit deze 4 zwaarden kregen. Maar ja, daar hebben we voorlopig ook geen stroom meer nodig.
De Tiger is opnieuw alweer bijna vol. Dus ja, straks de volgende aflevering zetten wij gewoon een koersplay dinges op. Dat gewoon koersplay hem heel de tijd leeg, want anders moeten wij dat de hele tijd doen. En dan kunnen wij gewoon verder met, weet ik veel. Dan moet dat wel goed komen. Nee, maar ik denk dat dat gewoon het makkelijkste is. Dat we de volgende aflevering, dat we gewoon eventjes die... die Europa op... ja, Europa zadel op koersplay, maar dat we gewoon eventjes laten leren met koersplay. Dan kunnen we de New Holland wel gebruiken met de trailer. Dus dat moet denk ik niet zo heel moeilijk zijn. En ik hoop ook dat wij trouwens in die silo, dat we daar ook daadwerkelijk suikerbieten in kunnen dumpen. Zo niet hebben we een probleem. Oh, dat is de verkeerde knop. Alright, maar dit is het balenpersen klaar. Dus we gaan dit opruimen en dan vind ik het ook morgen is voor vandaag. Hebben we 34 balen geperst en dat is best veel. Had ik echt niet verwacht dat we zoveel er nog uit kregen. Heb ik hier. Oh. Zo, dat ging net goed. En deze mag hier weer staan. Ctrl D, dan is alles weer schoon. Met de Creator Tools mod. Maar volgens mij is het daar zeker van deze vet nog wel steeds poep. Of dat heb ik gewoon helemaal fout. Oké, maar ik draai heel snel terug, maar alsnog werkt het niet helemaal meer. Maar ja, ik moet ook niet altijd te veel gas geven als ik achteruit rijd, hoor. Dat is ook wel een dingetje wat ik wel erg vaak doe. Als ik achteruit rijd, dat ik veel te veel gas geef. Nou, laten we nog één keer de Europa gaan legen. En dan vind ik het ook morgen eens voor vandaag. Maar hij doet goed zijn werk. En hij heeft best wat bieten om op te ruimen de volgende aflevering. Wat er op die beeld ligt. Dan moet ik kijken hoeveel er nog geoogst moet worden, joh. Holy shit, wat moeten we al met al die suikerbieten? Pff. Ja, in de dinges. Maar het zijn wel heel veel, hoor. Alright. Leger daar, kring. Ah, ligt hier een leuke bult. Dus daar kunnen we ons wel mee vermaken, denk ik. Zo niet, ja, dan houd het op. Maar ik denk dat hier wel iets van 300.000 liter aan... aan suikerbieten ligt, hoor. Als het niet meer is. Maar ja, in het echt gaat er is nou natuurlijk nog veel meer. Nou, hij is leeg. Zet hem weer op de plaats. En is morgen weer eens. Kijk, hier even een klein beetje doorheen rijden. Maakt niet zo heel veel uit. Maar het zijn er toch hartstikke veel. Zo, en dan kunnen we de volgende keer weer route beginnen. Maar jongens, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Farming Simulator 17 Friesje March. Mocht je nou inderdaad een leuke video hebben gevonden, vergeet natuurlijk niet om eventjes die like achter te laten. Dat helpt me enorm meer. En dan zetten we even uit. Dan laat ik nu eventjes de klaks van horen. En dan vind ik het ook morgen weer eerst. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot de volgende keer.